De Hertogenmolens in Aarschot zijn een restauratieproject van een van de grootste dubbelmolens in watermolens in België. Zelfs op vlak van West-Europa is het ongeveer een van de belangrijkste molens die er zijn. En, het is een gebouw dat al een aantal decennia stond te verkommeren. En er waren al heel veel projecten geweest om het gebouw te redden. De eigenaar was de Vlaamse overheid. Is daarna in handen gekomen van de stad Aarschot voor een symbolische frank. En daarna is er een erfpachter, of tenminste iemand die een erfpacht zou opnemen, gevonden om het hotel uit te baten, om het gebouw uit te baten. Wij zelf zijn in beeld gekomen na een open oproep in 2003. Een moment waarop dat wij niet alleen een restauratieproject hebben moeten voorstellen, dus de manier waarop er moest omgegaan worden met de delen die afgebroken waren. Enerzijds en dan ook de zaken die, of tenminste een deel van het gebouw dat was ingestort. Maar dus naast die restauratieopties moesten we ook een bestemming zoeken. En die bestemming hebben wij gezocht in een horecafunctie. De reden daarom is om het gebouw zo publiek mogelijk toegankelijk te maken. Zonder dat het een publiek gebouw was, omdat er uiteindelijk geen geld werd gevonden bij publieke overheden, moest er eigenlijk een private partner gevonden worden. Die dan wel het gebouw zou openstellen. En uiteindelijk een brasserie, café, restaurant, feestzaal, hotel is in die zin zo publiek mogelijk voor ons. Dat is dan gebeurd en eenmaal die mensen gevonden is het project zelf gestart. Alles samen heeft het dus 7 jaar geduurd. Maar